zitten. Mooi allemaal. En heb je gehad kunnen shoppen? Zeg ze de moeder over me. We hebben weer een drukke avond gehad. Ja, we zijn er lang bezig geweest, hè? Ja, we hebben ons dat die misschien nog eens bekijken. Stap ze zo even een beetje gevangen. Ondertussen snap je een klein beetje. Die is heel vlot, ja. Dat is heel goed. Dank je. Wat we bij gezien hebben, is, nou ja, de teleportatieportalen zitten er nog op. Maar er zijn zo boven de bossen van Roggel. Zijn er die al op onderdelen draag gevlogen. Ja, je hebt ze hier wel zien liggen. Hoe komt er mensen met? Ja. Want dat portaal, dat zit er nog op. De heet gaat gelegen. Niet aan bieten, Brad. Dat is een televisieshuttle, geen zware shuttle. Kom ik hier van. We hebben hier dus dat machine en hier achter. Dit is de knop om te starten. Ja? Hier achter dat cel, daar zit het teleportatieportaal. En de teleportatieknop zou je daar moeten zetten. Maar dat is er niet meer. Dat is, ik denk boven Rockel ergens van de machine afgevlogen. Dat is een lelijk, dat kan weer gekort. Maar de knoep, dat is het meest essentiële onderdeel. Zonder de knoep werd er niet geteleporteerd van hier. Nou, de grip nog op, we grepen ze. Een soort onderdeel. Wat is er, Raad? Wat is dat? Bij muren toch? Nee, lacht ik in. Dat lacht ik in. Wat is dat? Een kraak! Dat is een kraak! Je bent een zwaar lief! Dat was het enige wat ik nog moest weten! Wat op zich? Wat er ontbrak op dat ding, de knoep! Je bent helemaal niks! Wie bent er hier gekomen? Ja, dat zou je graag willen weten, hè jongen! Ja! Ik heb het vastgeklamd aan dat ding! En hoe dan? Ik ben met gereisd! Oh, en hoe dan? Ja, ik kon zorgen dat ik hier als eerste weg kon, maar dat knoep, dat moest ik weten, en hoe weet ik het? Ik wist dat ik zelf eerst kreeg. En toen wist je met dat dikke boek van ik juist nu helemaal nergens. Hé, dikke boek, want dat die trein is veel saaf, jong. Oh ja. Dieke, ik ben afgetraind. Dat is wel heel mager, ja. Maar ik zorg, ik heb geen titel gelezen. Ik kom daar als eerste vinden. Ja, pak hem. Ik kom daar als eerste vinden, dat knoep. Pak hem maar. Kan ik toch niet lukken? Maar nu, Fanny, nu hebben we haast. Ja. Dat weet je eigenlijk wel gaan duren. Een hele slimme mensen, die weet nu hoe we de teleportatieknoep moeten hebben. Zat een mens heb je dat in de klas hebt gezet? Dat is ze. Ja, met dat ijzeren knuiskje. Ja. Hij is het wel goed met je beeld, Brad. Hij is het goed met je beeld, hoe dat moet zo. Maar nu hebben we wel haast, want daar is de bossen dan. Zeker naar die onderdelen. Is veel verder dat wij dat ook allemaal gaan doen. Maar wij zijn wel met meer gegaan als wij alleen, hè? Ja, ja. Dus hebben we dan nog een beetje kans? Dan hebben we even wat maar. Doe ik iets over taak. Jazeker. Ik denk dat ze de diepste knuppel des de hufsels vinden. Hufsel de diepere knuppel is daar. Die wordt toch wel. Ja. En dan geeft toe dat die machine bewaken. Want snel doen dat dokter Knok. Dat knoep je er eens. Ja, dan geef je dat door. En dan zit jij hier. Ja, dat is nu dokter Knok, die zus. Knuppelen. En niet weg. Door, wie dat machine. Zing hem dan, want de stapt nog niet. Nee, niet zo. Geef ze zitten. Zitten. En als knuipje komt, dan zit ze hier met een grote knuppel bij jou. En dan? Helle. Bino, nog even oefenen en dan lukt het wel. Kan dat geen woord zo? Ik hoop dat het snapt. Snap ze het?
denk het wel. Kom Fanny, wij gaan gauw die bossen in. Ja. Wat jij ons dan helpen? Gewoon kijken naar die jonge dingen en door te knallen. Deed het? Goed. Je weet nu wie de droog is, als je toch de knark hebt gezien, laat dat weten. Nou, laat gewoon in de knuppeloed zoeken. Nee, niet heel goed. Kom, kom met, wij gaan naar bossen, doe die in de knuppel en gaan we terug naar de machine. Succes, hè? Hoi, ja.